Ik ben Eyong Eno. Eyong Tarka Eno. Sommige mensen kennen mij beter als de drie sterren reporter. Hoe voel jij? Goed. In Eno Reunited kijk ik met oud-ploeggenoten terug op een tijd in Amsterdam. Vandaag met mij op de bank en van de beste rechtsback ooit ik heb gespeeld. Met. Hij is sneller dan Dani Alves, hij is sterker dan Maicon en hij is verder dan Sergio Ramos. The one and only Gregory van de Ville. Hey, my man. Wat een intro. Wat een intro, dankjewel, ja. Een beetje dankjewel. Extra. Ja, maar, heel veel extra. Maar normaal, je bent één van de beste rechtsback ik heb ooit gespeeld met. Dankjewel. Dat is niet over the top. This is the truth. So I'm really happy to see you. Ik ben echt benieuwd om te zien. Hoe gaat het met jou, man? Ja, goed. Wij hebben veel top ding om te spreken voor onze tijd bij Ajax. Zeker. En nu we moeten op de bank zitten. Is goed, gezellig. Let's go. Gezellig, man. Lekkere bankjes. Ja, je zit echt naast mij. Maar voel je vertrouwen? Ja. Naast mij. Vroeger zaten we niet op de bank samen. Nee, gelukkig niet. Wij hebben samen met het team een paar beelden gekozen van onze tijd. Maar ik heb ook andere surprise ook in de beelden. Maar we gaan eerst kijken. Trip down memory lane. Down memory lane. Dirty, Dobby, Delhi. Here we go, hitting the road. En ik was met mijn oude phone en dit is iPhone 4S. Echt oud. We gaan naar Brazil. São Paulo. Nu is, ik kan me nog eens meer herinneren dat we daar naartoe zijn geweest. Maar nu dat zeg, wauw. Wat een trip. Sim. Yeah, my man. Early man. Je was echt jong, man. Ja. This is your boy, man. We're on the way to São Paulo. Peace. Cheers. God loves you. And now you see, I've always been the three-star reporter, man. Yes, you are. You're filming everything. That's yeah, nice. Yeah, kijk. That's great. My man Greg, on the swagger. He's in his home country. He's gonna do some tricks today. Yeah. Maar hoe voel je als je dit beeld ziet? Ja, leuk man, heel leuk. Ja. Goede herinneringen. Echt. Ja. Waren mooie tijden man. Ja, echt mooie tijd. Echt mooie tijd. Jouw debuut. Ja. En werk je nog steeds de dag? Was het in maart? Maat, toch man. Kom op man. Ja. You're on point. Durf niks verkeerd te zeggen. Ja, ik kan niet vergeten man. Want normaal maak je debuut, val je in de laatste 10 minuten, 5 minuten in een makkelijke wedstrijd. Maar ik moest gelijk tegen Twente uit beginnen. Ik kan me nog herinneren dat zij hoger dan ons stonden. Ja. Dus dat was wel echt gelijk een moeilijke wedstrijd. Ja. Ik had wel stress. Ik dacht wel oké. moet gelijk een moeilijke wedstrijd. Maar, ja, daarna toen ik eenmaal speelde, kijk, ging het gewoon goed. It's like you were ready to get into this game. Look how you're sprinting. Ja, ik deed gewoon mijn ding. Ja. Eenmaal. Als jongen, als je in zo'n team komt met David, met Snijder, met Jaap Stam. Ja. Dat waren grote mannen. Ja, je was daar als kleine jongen. Ja, dus dat ja. was echt. We zijn als een beetje een voorbeeld. Ja, natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Vanaf kleins af aan heb ik al bij Ajax gespeeld. En gedroomd om in het eerste te spelen. Ja. Oef, dat was bijna Hens. Ja, bijna Hens. Dat was nothing, hè? Maar je speelde, je speelde onder. Denk je dat was je een beetje bang dat, misschien is penalty en. Nee, zoals je ziet, ik ging er gewoon in. Ja. En misschien dat was onervaren, kon zomaar Hens zijn. Maar, ja. Maar het liep goed af en zo, dat was mijn spel gewoon gaan en doen. Was dat jouw debuut? Dit was mijn debuut. Oké. Ja. Basisdebuut. Oké. Met de lage sokjes. De stijl. Ja, dit stijl. Als ik was echt jong, they give me a surname called Veron. Oh, weet je Veron? Yes. Ja, Veron altijd met de lage sok. Vandaar komen mijn lage sok. Geeft hem aan Huntelaar. Ja. Daar heeft hij hem dan toch te pakken met dank aan Suarez. Maar later. Ik moet mijn sok ook, hè. Ja, ik doe het niet. Ik denk, ik heb een paar wedstrijden gespeeld met de laag sok, maar later, ik heb... Daarna niet meer? Had je het omhoog nee, gedaan? Nee, ik heb gestopt. Ja. Maar kijk hier.
Je speelt ze centraal verdediger. Van de Wiel. Suarez staat te halen voor Van de Wiel. Ja, dat is daar. Het is een mooie voorzet hoor. Ja, maar ja, ik kan graag aanvallen. Maar je bent altijd, ja. Altijd aanvallen op de rechts. Ja. De voorzet. Anders is het saai toch? En ja. Verdedigen moet ja. Ook een beetje aanvallen. Foutje. Ja, foutje. Nu kan ik me weer een herinneren. Ja, ja. Champ. Daarom ik weer. Ja, je hebt mij ook een keer op training getrapt. Oh. Dat is, maar ik kan me niet veel herinneren, maar dat kan ik wel herinneren. Je hebt me een keer goed getrapt en toen kregen we ruzie. Ik hou van, ja, mannetjes kappen een beetje. Ja. Als het te makkelijk gaat, dan geen kappen. Volgens mij vond jij, jij was gewoon, je dacht, is genoeg nu. En, ja. Serieus. Ik hou niet van dat. Ja, gelijkheid, maar ja. Daarna werd het Suarez, ook boos natuurlijk. Suarez doet dat ook veel keer in de wedstrijd, zo kap. Ja. Als je start voor mij, dan je moet weghouden. Ja, dat hoort erbij toch. Hoort erbij, zeker. 1-0, Soleimani. Goeie paas van de Wiel met de kans en het doelpunt. Gregory van de Wiel. Hoeveel doelpunten heb je eigenlijk gescoord? Ik? Ja. Misschien twee. Twee? Drie. Echt? Ja. Drie, man. Oké. Maar vandaag is... Mag ik kijken je beelden, man? Oké. Ja, dat was een goede vraag, maar ik heb... Vandaag. Vandaag is het over jou. Van de Wiel mag het doen. En Van de Wiel doet het. Je begint op centraal verdediging en dan later je spel op rechterkant. Ik denk wel dat die positie mij beter lag. Want ik was, zoals je ziet, al heel aanvallend. Ja. Ik heb niet de Jaap-Stam-postuur per se. Dus om echt, ik was niet de allergrootste. Dus rechtsback was qua loopvermogen voor mij. En het aanvallende spel was wel echt was beter voor mij. Ja. Ja, je hebt een goede voorzet en je passing was geweldig, man. Ja, dankjewel. Maar jij was als een alien dit seizoen. Je was out of your skin. Je bent de enige speler bij Ajax, denk ik misschien in Eredivisie, dat ik heb elke minuut in de Eredivisie gespeeld. Ja. 34 wedstrijden. Ja, dat seizoen. Ja, was klopt. Fit, hè? Ja. Van de Wiel. De Zeeuw en Van de Wiel is doorgelopen. Van de Wiel maakt het fraai af. Wat een prachtige aanval van Ajax. Kijk. Daarom ik zeg. Wat? Mooi. Paulsen gaat door de knieën zelfs, letterlijk. En dan wordt het zelfs 4-1. Dit is op YouTube, man. Jongen. Van de straat gelegd. Van de straat, hè? Af en toe. Nee, maar ik zie ook dat als wij spelen rondo, mensen in de training, je zoekt pannen. Ja, tuurlijk. Ja, zeker weten. Af en toe. Okay. Dat vind je niet zo leuk, hè? Maar de eerste keer dat ik doe de test, de stage bij Ajax, ik weet niet in mijn hoofd dat als je krijgt pannen. Is een grote ding. Voor mij, ik kom van Afrika, pana oké, is normaal. Ja. Maar als je doet pana, je pakt de bal later, je werkt niet, is oké. Maar in de ronde, ik heb een pana gekregen. En ik zie allemaal lak, Ubi lak, dit man lak. Ik zeg, ik weet niet, je moet niet pana krijgen hier. Ja, je hebt het snel geleerd, hè? Nee, snel geleerd. Maar later, als ik doe de taco. Dan niemand gaat het geven. Ja, zeker weten. Dat is waar. Ja, so you have to put niet meer bij 1-0. Rommedaal, Van der Wiel, het is nu raak. Omdat Van der Wiel toch maar een keertje naar voren is gegaan. Dit seizoen was je gokt en ook misschien de diepte. Je was ook bij de WK. Ik heb een surprise voor jou. Zo, ken je die dag? Dit is Cameroen tegen Nederland. Ja. En dit was je shirt. Niet alleen dat je hebt de WK gespeeld, maar je hebt na de finale. Ja. Vertel maar, wat is je story about je herinnering in dit WK? Ja. Zuid-Afrika alleen al was al prachtig. Met de mensen die daar
op de straten kwamen, de vreugde. Elke keer als we een wedstrijd speelden en terugkwamen, stonden ze voor het hotel muziek te maken. Ja. Daarnaast ging het ook nog heel goed. Hebben we de finale gehaald. Ja. Ik weet niet of je nog kan herinneren, die kans van Arjen Robben. Toen Casillas met zijn teen. Ja. En dan 4 minuten voor penalties in de verlenging het doelpunt tegenkrijgen is wel echt heel zuur. Dus dat blijft altijd wel een iets in mijn leven van, ik heb het net niet gewonnen. Dus dat is wel echt, dat is heel, echt jammer. Dichtbij, heel dichtbij, Dat doet wel pijn, nog steeds. Dat doet pijn. Ik herinner niet zo heel veel meer, eigenlijk, van alle ervaring, mooie ervaring die ik heb meegemaakt. Dat is een beetje zonde, maar ik denk dat het ook veel zegt over hoe mijn mind was op dat moment. Ja, en ik was alleen maar in die sneltrein om te presteren en om beter te worden. En ook met zulke wedstrijden denk ik dat ik me niet bewust was van hoe mooi dit is, hoe belangrijk dit is, hoe groot dit is. Ja, ik ging gewoon mee met de flow en ik speelde mijn wedstrijden. Focus op de voetbal. Ja, en gaan en in de wedstrijd deed ik gewoon mijn dingen. Nu achteraf denk ik, wauw. Ja man, ik had meer moeten genieten, meer moeten voelen. Ja man, dit gevoel hè. Ja. Je hebt dit op je, je moet het voelen. Je moet het voelen, ja. Kans Ajax, doelpunt Ajax. Het is niet te weerstaan. De overmacht. Je hebt zo goed bij de WK gespeeld, ook bij Ajax dit seizoen. Van der Wiel, dat is heel knap afgemaakt. Ja, het was ook Bayern München. Dat is ook aan jou, Luis van Gaal. Ja. You didn't go there, you didn't make the choice. So nee. Tell everybody, what happened? Ja, dat was 2010, volgens mij nog voor het WK. Ja. Er waren gesprekken met Bayern München. En ja, ik was jong. Ik kwam uit Amsterdam en ik, ik had niet zoveel met Duitsland. Wie niet Duitsland? Waarom weet ik niet? Ik had niks met Duitsland. En achteraf gezien natuurlijk denk je, was ik gek of zo? Bayern München, de grootste club ter wereld. Een van de beste grootste club ter wereld. Ja. Maar destijds was ik jong en mijn wereld was niet zo groot, denk ik. En er was ook niemand die mij overtuigde van, hey, ben je gek of zo? Okay. Ik zei, nee, dank je. Ik heb niks met Duitsland, dus het is hoe het is. Wordt het de tweede in Enschede voor FC Twente en dan ook nog op rij? Of wordt het de derde ster, de dertigste landstitel voor Ajax? Ja, dit was een gekke wedstrijd. Alle druk was op deze wedstrijd. Ik heb ook nog nooit zo'n wedstrijd meegemaakt als deze. Ja. Deze was echt... Van der Wiel, tweede paal, nou zit hij er wel in, via Sien de Jong. Ja, wat een precies doelpunt. Ja, was een goed doelpunt. Maar Twente was wel de betere. Maar dat komt vanuit je voorzet, man. Ja, de voorzet was lekker. Ja. Raakte hem heel goed. En in uiterste nood van Van der Wiel, blijkbaar niet gecoacht door Vermeer. Hij geeft een hoekschop weg. Nee, je hebt bijna in onze doelpunt gescoord. Nee. Ik wist wat ik deed. Geen probleem. Oké. Nog steeds jou. Van der Wiel. Langs Buizen. Oh, een eigen goal! Dank je wel. Link. 2 assists. Ja. Dank je wel, zeg. Hè. Oh, man. De voorzet was zo mooi dat de verdediger denkt, ik moet in mijn doel hetzelfde schieten. Sorry man, dat was langzaam, maar sorry dat ik begonnen ben. En Ajax is landskampioen van het seizoen 2010-2011. Voor Ajax dus een zeer belangrijke wedstrijd. Het kan zichzelf een uitstekende dienst bewijzen als er vanavond wordt gewonnen. Dan is het al zeker van overwinteren in Europa. Dit wedstrijd, je hebt je eerste doelpunt in Champions League gescoord. Ja, klopt. Eriksen. Ja, Christian ook. Poef, kijk de hakje. Prachtig dat hakje op Van der Wiel. Nu terugleggen. Van der Wiel, ja, of zelf doen. Goh! Bam. Lekker.
Wat een meesterlijk hakje van Christian Eriksen. Lekker doelpuntje. Lekker doelpuntje. Heerlijk. Schitterende treffer van Ajax. Kijk de tackle van Eno. Gevaarlijk deze overtreding van Eno. Ja. Ik zeg eens de die S, kan niet S ontbreken. Fout. Ik zeg eens de S fout, man. Ja. Maar hij is bijna zijn enkel kwijt. Ja. Je hebt een WK gespeeld. Je hebt Champions League gespeeld. Je hebt een kampioen van Nederland gespeeld. Maar ik heb gezien ook in de kamp dat je hebt over je angst van paniek knavelen gesproken. Ja. In de tijd dat hij was bij Ajax of misschien in een andere club, voel je dat? Of heb je gevoel op zo'n moment? Nee, eigenlijk niet. Ik heb daar nooit last van gehad. Het is eigenlijk pas gekomen nadat ik echt gestopt ben met voetbal. Mm. En net 6 maanden daarna is het uit het niets gekomen. Mm. Maar ja, zoals ik al zei eerder, ik denk dat ik mijn hele carrière zo in een trein zat. Ja, alleen maar presteren ben geweest. En ik was niet de speler en een persoon die heel makkelijk van zich af kan laten vallen. Ja, van oké, ik ben nu aan het voetballen en dan straks ben ik het weer vergeten. Ja. Nee, het bleef altijd bij mij. Als iets niet goed ging, dan bleef het bij mij, in mij. En ik denk dat pas toen ik gestopt was met voetbal, dat mijn lichaam en ook mijn geest de tijd had om pas te verwerken. En daarna uitte zich dat in het begin in paniek afvallen. Ja. En later gewoon in angstig voelen. En een beetje dat mijn lichaam helemaal van slag is. Ja. Ja. Wat je zegt is heel belangrijk, man. Omdat niet alleen jou, maar andere spelers ook. Ja. Ik heb ook geleden over dat. Mijzelf ook. Ik heb dat een beetje gevoelen. En voor veel jongens dat misschien gaat dit video kijken. Ja. Zij moet leren. Als zij in hun dingen voelen, ze moet direct met help zoeken. En ik denk is heel belangrijk. Nog maar een steekpaasje. Ja, en dat is een handig paasje op Van der Wiel die kan scoren. Goeie goal. Van der Wiel. Oh, wat geweldig wat Gregory Van der Wiel doet. Now that we spoke about your sweetest moments at the club. Your highs, your low. We gaan over je toekomst spreken. Wat ben je bezig nu met? In eerste instantie ben ik vooral bezig met mezelf te leren kennen. Ja. Mezelf prettig te voelen in de normale wereld. Het is klinkt een beetje raar, normale wereld, maar als je alleen maar in de voetbalwereld 20 jaar hebt gezeten, 25 jaar, en daarna stopt het, dan in het dagelijks leven is het toch anders. Mm. En ik merk dat voor mij dan nog best wel lastig is geweest, die omschakeling. Dus dat vooral. Thuis lekker een basis vinden met mijn familie, met mijn 2 dochters en mijn vriendin. Nu wil ik toch wel eens kijken van met al mijn ervaring die ik heb opgedaan. Zowel buiten het veld, zowel op het veld, zowel financieel, zowel met mijn mental health. Ja. Ik denk dat ik wel van waarde kan zijn voor veel jongeren. Ja. Mijn jeugd was ook niet makkelijk en ik ben ook weggestuurd bij Ajax toen ik 14 was en toch weer teruggekomen. Ja. Dus ik ga gewoon kijken of ik het leuk vind om daar jongeren te helpen en of ik een steentje kan bijdragen. En dat is het, ja. Thank you for coming. Heel bedankt voor je tijd op de bank. I see you soon. Ja. In de toekomst. Ja, jij ook bedankt. Het was superleuk. Ja, lang niet gezien en superleuk om samen weer herinneringen naar boven te brengen. Ja, the only thing is the shirt from the WK is mine. So I'm not I'm gonna go back with it. I'm gonna find yours one day. I hope you still have the shirt. For sure. All right, man. It was nice to have you. Nice. Okay.